Hoi, ik ben Sam. Op dit moment gaat het supergoed met mij. In mijn ontwikkeling ben ik nu eigenlijk bezig met een hbo-studie waarvoor ik eerst een mbo-studie heb gedaan. Daar heb ik evenementenorganisatie gestudeerd, 3 jaar lang. En ben ik zodoende ook terechtgekomen in een van de academies. Dat was de SEAL Amsterdam Academy. En daar heb ik super veel geleerd, super naar mijn zin gehad. Ontdekt wat ik leuk vind, waar mijn passie ligt. En vervolgens ben ik een hbo-studie gaan volgen en ben ik weer aangeklopt bij het grote netwerk dat ik had gekregen bij de SEAL Academy Amsterdam. Heb ik daar weer aangeklopt om te vragen of zij nog wat voor me wisten. En Market Bos en René Boom zeiden van, nou ja, misschien kun je bij ons wel iets betekenen voor SEAL Academy Den Helder. En op dit moment ben ik daar dus nu mee bezig. Ben ik aan het studeren en een stage lopen tegelijk. En, ben ik bezig met wat ik leuk vind en dat is voor mij het belangrijkste wat er uiteindelijk is. Doordat ik heb meegedraaid in een van de academies, ben ik er echt achter gekomen wat ik tof vind, waar mijn passie ligt. En dat is met mensen werken, ontwikkelen, begeleiden van jongeren, van kinderen, van ouderen. En bij de academy was dat dan met vrijwilligers, wat een super grote, diverse doelgroep is, van jong tot oud. En dankzij die academy ben ik erachter gekomen dus wat ik gaaf vind en wat ik daarmee wil gaan doen. En eigenlijk ook heb ik zo kunnen kiezen wat mijn volgende studie ging worden. Wat nu dus culturele maatschappelijke vorming is. Wat lijkt op mijn vorige studie, maar meer is het nog meer dat aspect van ontwikkelen, begeleiden en helpen van mensen. En dankzij de academy ben ik er dus achter gekomen wat ik wil. En daar ben ik heel erg blij mee en ben ik ze heel erg dankbaar voor. Mijn tip voor jou is om als je jezelf wil ontwikkelen door middel van organiseren van evenementen, om eerst te kijken wat je zelf graag wil en wat je zelf kan en wat je wil bereiken. En hoe je dat kan doen met dat evenement wat je wil gaan organiseren. En probeer zo groot mogelijk en goed mogelijk netwerk op te bouwen en probeer dat ook te onderhouden zodat je er later ook nog wat aan hebt. Want in mijn geval is dat dus goed gelukt. Door middel van mijn netwerk heb ik nu weer een nieuwe plek gevonden. En een plek waar echt wat ik echt graag wil en waar ik erg blij van word. En wat ik het liefst elke dag doe. Dus mijn tip is om zoveel mogelijk te proberen, zoveel mogelijk te zien, zoveel mogelijk ervaring op te doen. En dan goed na te denken wat je zelf graag wil en wat je goed kan. En daar gewoon keihard je best voor te doen.